Dan hebben ze u nodig straks. Dan heeft het kabinet in de Eerste Kamer onder andere 50 plus nodig om iets te gaan, voor elkaar te gaan krijgen. Hoe duur gaat u uw huid verkopen? Andere vraag, wat is het wisselgeld? Wat wil Henk Krol op tafel hebben om mee te praten met de coalitie? Nou, wat een van de belangrijkste dingen is, dat en dat hoeft het kabinet geen geld te kosten, is dat we de rekenrente voor pensioenen iets normaler zouden maken. Nee. Pensioenfondsen maken per jaar maken ze zeker 7% en soms zelfs meer winst op hun bezittingen. Dus zouden het kabinet, Rens de Jong zit al te zuchten, maar dat negeer ik voor u even. Wat ik wil weten is, moet dan het kabinet de regels versoepelen? Is dat uw oproep? Nou ja, ze moeten kijken wat in andere landen gebeurt. Als je maar net de grens overgaat in België, dan zijn de regels voor dus de rekenrente ja, een stuk beter. Maar kijk eens naar de beurs. Nee, wacht even, want ik stel een vraag. Moet het kabinet de rekenrente versoepelen? Ik hoor geen. U kunt heel duidelijk zijn, maar u kunt ook, als u dat niet wil, geen antwoord geven. Nee, ik heb het antwoord ja. Ja, die regels moeten versoepeld worden. We hebben daar een voorstel voor ingediend. En dat vinden we echt dat het nodig is. Dat kost het kabinet ook geen geld. En als er op die manier ook voor gezorgd kan worden dat mensen die een pensioen hebben en die zijn al 10 jaar lang niet geïndexeerd. Als die mensen iets meer geld in de portemonnee krijgen, komt dat geld ook in de economie. Dus dat is helemaal niet verkeerd. En dan doet u mee en anders doet u niet mee? Anders doet u niet mee.